Het district Brokopondo telt vanaf nu 3 vuilverbrandingsovens. In het dorp Klaaskreek is gisteren de 3e verbrandingsoven in gebruik genomen. Districtscommissaris van Brokopondo, Frederik Venissi, haalde aan dat het milieuplan van de president goed wordt uitgevoerd. Een onderdeel van dit plan is het landelijk neerzetten van vuilverbrandingsovens. Venissi vindt evenals minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling dat de verbrandingsovens de vuilproblematiek in het district zullen verhelpen. Minister Dikan haalde daarnaast aan dat met deze ovens de overheid ook werkt aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Het in gebruikname van deze verbrandingsoven wil zeggen dat ook deze bewoners met de opluchting mogen zitten dat er niet overal zomaar vuil gedumpt zal worden of in de rivier gekoeid zal worden met alle gevolgen van dien. Vergeet u niet dat deze verbrandingsoven bestemd is voor u, huisvuil en medisch afval. Ik doe daarom ook een beroep op u allen om zorgvuldig en verantwoordelijk om te gaan met de verbrandingsoven. Teluku 3, dan dat we het over welzijn, goede gezondheid, na zeker 17 bij partnerschap en play one big rol. We sap allemaal sana de voordelen hoe zo'n verbrandingsoven like ministeria via de commissariaten hoe de belast na veel ophalen veel verwerking maar apisvoer afverwerking dan hoe we een pasklaar antwoord maar na oplossing DC voor de verbrandingsoven die huisvuil dat we zien dat maar de zo'n succes dat ook aan taki naar DC om charing landelijk waka. Minister Sergio Akimboto van Natuurlijke Hulpbronnen deed een beroep op de lokale gemeenschap zorgvuldig om te gaan met de vuilverbrandingsoven. Hij gaf het commissariaat ideeën de oven commercieel te gebruiken. Zodat die even schroeven lusso, of is dat gewoon moet verven opnieuw, vanaf wacht die minister Volksgezondheid, minister Ero of NH voor Koyepu of DC. Maar we gaan uit de kas. Het zou je verdienen voor kan onderhouding. De mensen van Klaaskreek, je zegt dat Klaaskreek en hebben grap te de kiezen aan hem. Deze zijn bij elkaar gekeken. Dit heb je. Serieus, de mensen leiden op, zou draaien aan die dadelijk, neemt u verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat een levensjaar zou bouwen, dat gaat ruim mee. Door onderhoud en zorg dat kan de boom. Uw benutting, uw gebruik in boom. We zorgen dat ik een gemeenschap ten goede en om de noemen dat ik bakken jij nog dat kies in de zin bij dat kies in. Hier zijn we toe. We organiseren met kwam planning, we organiseren met kwam structuur. Maandag, dinsdag komen de mensen van die kant. Donderdag, vrijdag komen de mensen van die kant. Zaterdag komt bedrijf X. Dat is je fout doen aan business. Gestructureerd. We horen wat de afspraak. We horen wat de voorwaarden. Dat is dat ook ten goede. Minister Sergio Akimboto van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij sprak gisteren bij de ingebruikname van de 3e vuilverbrandingsoven in Brokopondo. De 1e vuilverbrandingsoven is op 4 december 2019 geopend in Bronsweg en de 2e in het Brokopondo Centrum. Die is op 10 januari 2020 in gebruik genomen.